Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgt elk boerenbedrijf in de toekomst een norm voor kringloopefficiëntie ter vervanging van een heleboel andere regels. Het initiatief komt van Kamerlid Tjeerd de Groot van D66. Hij diende donderdag tijdens een debat over de landbouwbegroting met landbouwminister Carola Schouten een motie in die werd gesteund door de coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie. Boeren hebben nu ongelooflijk veel regels waar ze te maken mee hebben. Dat gaat over ammoniak en over fosfaat en straks komt er nog klimaat bij. En dan zie je gewoon door de bomen het bos niet meer. En het is nog niet zo heel lang geleden hadden we eigenlijk een hele eenvoudige situatie. Bijvoorbeeld in de melkveehouderij had je een quotum en daarna kon je je bedrijf optimaliseren. Elk bedrijf is anders en dan kon je gewoon aangeven, nou zo doe ik het. Alleen daarna is ongelooflijk nog veel veranderd. Dus waar ik nou naar op zoek ben, is kunnen we niet al die specifieke middelvoorschriften, hè, die regeltjes afschaffen en naar een nieuwe norm toe waar binnen dan een boer zijn bedrijf kan optimaliseren. Schouten staat open voor het plan. Nou, we hebben nu een traject afgesproken met CDM om ook te kijken meer naar bedrijfsspecifieke verantwoording. En daar ga ik je vraag ook eens voorleggen of dat het mogelijk is. Heeft een melkveehouderij dat niet al een beetje met de kringloopwijzer? Nou, dat zou best kunnen dat de kringloopwijzer daar een goede aanzet toe geeft. Maar dan moeten we niet op fosfaatefficiëntie gaan zitten zoals nu. Want dat nodigt dan weer uit tot de zaken die juist die intensivering in de hand werken.